Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Er is veel bewolking momenteel boven Nederland en heel lokaal kan er ook nog een spatje motregen vallen. Maar vanuit het zuiden gaat geleidelijk aan wel steeds vaker de zon doorbreken. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen die liggen vanochtend zo rond de 17 graden en zoals gezegd er is vrij veel bewolking aanwezig. Er waait een matige wind uit het westen of zuidwesten. Vanmiddag worden dan zo'n 21 tot 24 graden, misschien op een enkele plek in Limburg zelfs 25 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Vanavond ook nog steeds die wolkenvelden, en met name in het noorden kan er later vanavond weer wat regen vallen. De temperatuur ligt in de avond rond de 20 graden, vannacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgenochtend ook hier en daar nog eerst een spatje regen, geleidelijk kan er steeds meer zon en in de middag kans op een enkele bui. Temperatuur ligt dan tussen de 20 en de 23 graden. En volgende week gaat het steeds warmer worden. Maandag zou het al in het zuiden 25 graden kunnen worden. Dinsdag en woensdag lukt dat zeker. Woensdag hebben we nu nog wat voorzichtige temperaturen staan. Maar het zal me niets verbazen als het in het zuiden of zuidoosten zelfs 30 of 31 graden wordt. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.